Welkom, welkom op Vol Liefde Leven. Mijn naam is Jolanda Vrijhoeven en moet je eens kijken waar ik ben. Is het niet prachtig? Veel mooier dan ik, dacht ik. Dus ik dacht, doe eens gek, ik neem mezelf niet op, maar de omgeving. Dit is het hondenuitlaatterrein, moet je bedenken. De hondenuitlaatroute, mag ik gerust wel zeggen. Loopt nog door, daarachter. En dan kun je rond. Kan hier dadelijk linksaf en dan weer terug. En mijn hondje is al ver. Die denkt, het is goed met jou. Doen we nog iets vandaag? En ik moest opeens denken aan die tekening die ooit op YouTube, op Facebook stond. Van een man met een hond die samen op een bankje zitten. Met zo'n gedachtenwolkje erbij. De man denkt aan allerlei dingen waar hij zich zorgen om maakt. Financiën en noem het allemaal maar op. En die hond geniet van het zonnetje en het mooie weer. En het feit dat hij met zijn baas op pad is. Sorry voor mijn vinger. Wat is het verschil? De hond leeft in het hier en nu. En wij kunnen daar zoveel van leren. En hoe geweldig is dat? Als je in het hier en nu bent, dan geniet je echt. Als je in het hier en nu bent, dan ben je waar je moet zijn. Want meer hebben we niet. Er is alleen maar u, hier en nu, oké. Gisteren is al voorbij, morgen moet er komen. Dat is natuurlijk een heel bekende. Maar hoe doe je dat nu? Telkens als je bedenkt dat je gedachten afdwalen of dat je gaat piekeren, fluit jezelf terug. Oké, maar nu ben ik hier. Dit doe ik mijn aandacht. Wat hoor ik om me heen? Wat zie ik om me heen? Dat soort dingen. Dat helpt je om in het hier en nu te blijven. Dat helpt je om werkelijk te zijn waar je bent. Goed geaard, met de voetjes stevig op de grond. Dat helpt je om gelukkig te zijn. Daar ben ik vast van overtuigd. En natuurlijk spelen daar nog veel meer dingen een rol. Maar ik denk dat dit een hele belangrijke is. Leven in het hier en nu. Ik hou het kort vandaag, want mijn hondje loopt door. En ik wil hem nou niet hier in de camera staan roepen. Maar ik zie jullie gauw. Dag lieve mensen.